Dit zijn de Smart Clips. Een hulpmiddel om lekker in beweging te komen. In de koffer zit een korte handleiding. 8 clips. Een tablet. En onder de tablet zitten de oplader van de koffer. En de oplader van de tablet. Om de clips op te laden, doe je de stekker hier voorin en in het stopcontact. En je zal dan lampjes zien gaan branden. Die kunnen rood, oranje of groen zijn. Op dit moment zijn ze groen, dat betekent dat ze zijn opgeladen. Let erop dat de deksel niet dicht gaat tijdens het opladen, want dan hebben we snel een kapotte stekker. Naast de opladers, de tablet en de Smart Clip, zit hier ook nog een doosje. En dat is bevestigingsmateriaal. Zorg dat hij ook weer terugkomt. Het is klittenband. Om bijvoorbeeld ergens omheen te doen. En vervolgens kun je hier een Smart Clip aanplakken. Buiten klittenband hebben ze ook magneten. En daarnaast zijn er ook touwtjes waar je de Smart Clips mee kan vastmaken. Hoe werken de Smart Clips? Nou, de Smart Clips is eigenlijk een vrij simpel systeem. Je kan er 2 dingen mee doen. Je kan een parcours maken. En je kan ze at random laten oplichten. En ik zal even laten zien hoe je dat doet. Je hebt daar de tablet voor nodig. De tablet die zet je aan de zijkant, net zolang tot hij reageert. Reageert hij helemaal niet, dan is hij leeg. De Smart Clips kun je eruit halen en die zet je op het kleine zwarte knopje. Druk je in, je ziet dan dat de lampjes even oplichten en vervolgens zie je steeds 2 lampjes eventjes knipperen. Wanneer die Smart Clips heeft gevonden, druk je op verbinding maken. En op volgende. Wanneer ze allemaal verbonden zijn, zullen ze allemaal oplichten. Nou, hier heb je 3 opties. En reactie betekent dat de clips op willekeurige volgorde aangaan. En parcours is dat ze op een vaste volgorde gaan. Wil je dus een parcoursje maken, of dat nou alleen maar met rennen is of echt een klimparcours, dan kun je het beste parcours kiezen. Anders dan kies je reactie. En hier staan allerlei instellingen. Handig weet je, is als je het eventjes niet weet wat betekent het nou, staat er heel vaak een i'tje. Daarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Heb je dat allemaal ingesteld, dan ga je naar volgende. En als je dan op start klikt, dan gaat het spel stappen. Starten. Zoals je merkt is het echt een bewegingsspel. Ik heb het nu voorgedaan op een heel klein oppervlak, maar zorg dat je een beetje de ruimte hebt en dat er niks kapot gaat vallen ondertussen. Maar ga zeker niet deze buiten gebruiken, want dit is een middel voor binnen gebruiken, niet voor buiten gebruiken. Ik wens jullie heel veel plezier met Smart Clips. En laat ons weten wat je ervan vindt. Dag!